We hebben haspels en haspels. Dat is een probleem op zich. Dat je hebt van die grote. En dit is een. Ja, er zit een beetje er tegenaan. Ik heb hier iets stekker hierin gedaan. En als ik die nou uitloop. Dat is een heel eind. Dat is heel goed. Dan krijg je een hele dikke draad. Maar als je die weer op moet rollen. Dan is dat altijd een heel probleem. Dan gaat hij ernaast lopen enzovoort. Ik doe die stekker er altijd maar in. Dat hij niet los hangt. Omdat hij dan weer van alles gebeurt ermee. Dus daar ben ik niet zo content mee. Maar ja, het is soms wel eens hard nodig voor grote afstanden te overbruggen. Ik dacht ook wel eens een kleintje te kopen. Nou, en ik zal het eens laten zien. Dat loopt ook helemaal niet. Dan moet je. En als je dat dan weer op moet draaien, is dat ook weer heel erg moeilijk. Dus, en dan heb je nog iets grotere maten in, maar echt lopen doen ze niet. Dit is een kriem. Zo'n kleintje. Maar ik heb er een gevonden die wel heel erg goed is. Dit is een geweldig ding en dat wil ik wel even laten zien. Ik maak nooit reclame voor machines of wat dan ook. Of voor Gamma of Karwei. Daar ga ik geen reclame voor maken. Alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar dit is een redelijk dik snoer en een redelijke lengte waar ik heel vaak mee uitkom. En als je deze gewoon afrolt. Ik zal laten zien hoe fantastisch dat die loopt. En hij doet het. En hij zit. Dan hoef ik hem niet ergens in te steken. Hij zit daar. En hij doet het altijd gewoon. Je kan hem lekker uitrollen. En hij rolt goed op. En het is geen dure haspel. Niet iedereen heeft hem in huis. Maar je moet er wel even naar vragen. Het is een afgesloten geheel, die hier aan de voor- en de achterkant open is. Nou, zit een goed handvat aan. Allebei de kanten heb je een draaigreep. Nou, ik vind dit de ideale haspel. En niet eens de duurste. Er staat, dat heet Homemaster. Nummer 15 staat erachter. Ik weet niet of dat nodig is. Maar het is Homemaster. Maximaal 3500 watt kan die hebben. Dat kan je uitrekenen als je er vier stekkers op hebt zitten en je doet alle vier de dingen gebruiken. Je gebruikt dat allemaal, dan kan je wel eens over die 3500 watt heen gaan. En hoe reken je dat dan uit? En dan kijk je naar je boormachine, hoeveel watt dat die heeft. Die een 800 watt bijvoorbeeld. En je hebt een paar schijnwerpers op je werk staan. Die ook een aantal watt. En dan kunnen de haspels van, of de stoppen van doorslaan. Als je trouwens een haspel gebruikt en je denkt, nou, ik heb niet meer nodig dan zo'n kort stukje. Huppakee, je gebruikt hem. Dan kan die wel eens als een spoel gaan fungeren. En dan gaat die kapot van. Dan kan je straks een nieuwe haspel kopen. Dus je moet hem altijd helemaal uitrollen. En dan pas gebruiken. Dan gaat het goed.